Een van de collega's zegt mij juist dat ik eruit zie alsof ik niet geslapen heb. Maar ik ben niet de enige in dit half rond als ik zo rondkijk. Ik zweer getrouwheid aan de koning. Gehoorzaamheid aan de grondwet. En aan de wetten van het Belgisch volk. De Vlaamse regering is al dus samengesteld. Ik zweer getrouwheid aan de koning. Gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Minister-president Jan Bon heeft het woord. Meneer de voorzitter, beste collega's, ik wil vandaag iedereen oproepen om het negativisme achter ons te laten. Ik stel voor dat we samen een verhaal schrijven. Een verhaal dat alle Vlamingen kan enthousiasmeren, wat hun afkomst, overtuiging of geaardheid ook mogen zijn. Nu we een nieuwe regering hebben, zet mijn taak erop. Dan verklaar ik mevrouw Lisbeth Homans verkozen tot voorzitter van het Vlaams parlement. Ik beloof iedereen plechtig dat ik ga werken aan mijn non-verbale communicatie. Goedemiddag, minister-president. Proficiat met uw regering. Maar nu even serieus zijn. Hoe kunnen wij op een eerlijke manier dat debat voeren als we niet weten met welke cijfers u spreekt? Meneer de minister-president, de posten zijn verdeeld, maar de cijfers zijn er nog steeds niet. En daarom hebben wij een motie van hoogdringendheid ingediend. Ondanks het feit dat deze regering beweert van geen cijfers te hebben, zijn er gisteren cijfers, meerjarencijfers, werden meegegeven aan lokale besturen op wat ze mogen verwachten de volgende jaren. Wij zijn hier de vertegenwoordigers van 6,5 miljoen Vlamingen. Dus als u het nodig vindt om met dit parlement te spotten, dan spot u met alle 6,5 miljoen Vlamingen. Volgende week kunnen we over cijfers debatteren tot in de treuren toe. Maar we moeten... Te laat, dat ga jij niet bepalen, hè. Dat ga jij niet bepalen. Dus ik besef enorm dat de democratie hier met de voeten treedt. Erger dan de nazi's en de communisten ooit gedaan hebben door het debat over de cijfers 2 werkdagen verder voor mij uit. Excuseer dat ik de democratie zo op haar grondvesten doe daveren. Ik zal dat nooit meer doen. Het resultaat van de stemming is 64 leden hebben deelgenomen. 64 leden hebben ook ja gestemd. Dus bij deze is de stemming afgerond. Met deze regering is de tijd definitief voorbij dat mensen van alle voordelen kunnen genieten zonder dat ze zelf eerst een inspanning doen. Vlaanderen kan alleen sterker worden als we allemaal een inspanning leveren. Dat vergt creativiteit, veerkracht en durf. Plus est en vous. Ik wil dat nog versterken. Plus est en nous. Ik dank u allen hartelijk.